Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal Talisam TV. Ik besef nu dat ik alweer in mijn blote bovenlijf sta, dus geef me eens een kotje, ik ga mij aankleden. What to wear? Deze. Oké. Broekje. Et voilà, outfit check, maar het ziet er niet zo warm uit, dus een t-shirt gaat niet genoeg zijn. Even een blouse pakken. Ik besef dat mijn favoriete blouse van het moment in de droogkast nog zit, dus die ga ik even pakken. Oh yeah. Wasjes. Is het deze? Nee. Yep. Smooth baby. Tada! Ik heb mijn nieuwe blouse van Smooth aan. Ja, hoe noemen jullie dit eigenlijk? Een blouse of een trui of een golf? Want keiveel mensen lachen mij dus uit als ik blouse zeg. En vooral Nederlanders of mensen buiten Limburg. Die zeggen blouse. Wat is een blouse? Ja, wij noemen dat een blouse. Maar ja, sommigen zeggen trui of weet ik veel wat. Laat me even weten in de comments wat jullie zeggen tegen... Ja, dit hè. Milky, lig je op de tafel? Ga je werken aan de bureau? Ga je werken aan je bureau? Ja, jij ook, ja. Ja. Melkie toch. Voor de tweede keer, goedemorgen. Deze keer met kleren aan. Het is al kwart na negen. Oeps, ik ben nog nooit door de week zo laat begonnen, denk ik. Het is een beetje een vreemde dag. Allee, vreemde dag. Talisa is vandaag op... collectietocht samen met Celine om nieuwe kleren te gaan kopen voor hun webshop Totally Too. Dus dat wil zeggen dat die heel vroeg vertrekken, want die moet een heel stukje rijden. Dus vandaag ga ik wel gewoon werken, maar we hebben afgesproken om iets later te gaan werken. Ik werk vandaag samen met Nick van Nice Family. Want met ons twee hebben we een online marketingbedrijf opgericht een halfjaartje geleden. Dus wij zijn nu volop bezig met het bedrijf te laten groeien om... heel hard aan te werken en vandaag is just another workday. We hebben redelijk wat taken op staan, maar ik had gevraagd om iets later te beginnen, dus ik ga nu pas vertrekken zodat we rond 9:30 kunnen beginnen. Het is wel vreemd, want normaal begint mijn werkdag altijd tussen... Oh, ik heb ook haar in mijn oog. Begint mijn werkdag altijd tussen 9:30 en 9:00, ten laatste. Dus nu ga ik vertrekken om 9:15 om 9:30 te beginnen. Wat nemen we mee naar het werk? Een potje pasta, die ik gisteren gemaakt heb met mijn eigen pastasaus. Een banaantje die lekker bruin ziet, maar nog wat wel lekker is. En een proteïneshake. Dag schatje. Voor degenen die al langer naar ons YouTube-kanaal kijken, jullie kennen mij al. Voor degenen die mij misschien nog niet zo kennen, omdat ze me nog niet zo vaak hebben gezien. Talisam TV bestaat uit twee delen. Talisa kennen jullie heel goed. Amai. Ja, ik ben het tweede deel, Sam. Samen maken wij wel onze video's, maar jullie zien natuurlijk heel veel Talisa, omdat ze er ook super veel werk in steekt. En ik kom af en toe een beetje op de achtergrond erbij. Maar misschien is het tijd om een beetje meer op de voorgrond te komen. Ja, ik kom redelijk vaak op de achtergrond voor in Talisa haar video's. Talisa maakt super veel video's. Elke dag is ze ermee bezig, van 's morgens tot en met 's avonds. Dan zitten we 's avonds in de zetel en dan gaat ze editen aan haar video's. Dus ze is echt constant ermee bezig. Dat is ook super belangrijk voor haar. Dus aan iedereen die nu kijkt, dank u wel om ons en vooral haar te steunen daarin. Jullie doen ons echt een super veel plezier ermee. Maar misschien. Om even te komen op het topic van de video, is het gedaan voor mij om alleen maar op de achtergrond te komen. Eigenlijk
ben ik er wel vaker mee bezig. Jullie hebben nogal video's van mij gezien als jullie al langer kijken. Die ik alleen heb gevlogd, die ik alleen heb geëdit. Of er zijn ook stukjes geweest in de video's die ik heb geëdit. Ik heb ook al stukjes van vakantievideo's van ons gemaakt. Maar ik pak er niet zo echt mee uit. Of ik doe er niet echt zoveel mee. Of ik doe het dan één keer en dan stopt het zo'n beetje. Dus misschien... Dus misschien is het gewoon tijd dat ik meer daarin steek, want ik doe het eigenlijk echt wel super graag. En het grappige is, als ik dan een video maak, dan krijg ik echt super goede commentaar van jullie. Jullie zijn heel lief, jullie zien de video's graag. En als er dan gevraagd wordt van kijk, willen jullie dat Sam meer vlogt, dan zeggen jullie allemaal ja. En dan valt het weer een beetje stil bij mij. Hoe komt dat? Ik werk veel. Ik heb 2 jobs. Ik heb een vaste job en ik heb daarnaast een bijberoep. Wat ik net zei, ik heb samen met Nick een online marketingbedrijf waar ik nu naar op weg ben. En wij helpen dus heel veel klanten met hun social media te onderhouden, met een strategie van online marketing toe te passen in hun bedrijf. Dus er steekt heel veel tijd in, maar ik wil natuurlijk ook tijd maken voor dit, want ik heb heel veel hobby's buiten dit. Ik heb van alles waar ik mee bezig ben, maar ik doe het super graag. Alleen in editen steekt heel veel tijd, weet ik. En als ik het dan doe, dan wil ik het te goed doen. Dus ik wil het gewoon te goed aanpakken. Hopelijk vinden jullie dat oké als ik ook een beetje erin ga komen. Ik vind het wel fijn om te vloggen. Ik ben ook dagelijks omringd met mensen die aan het vloggen zijn. Onze beste vrienden zijn vloggers, zijn bezig met video's. Jullie kennen allemaal Nice Family waarschijnlijk. We gaan ook heel vaak om met Jolien en Jeno. Dus we zijn constant omringd met mensen die aan het vloggen zijn. Ik doe het gewoon super graag. Ik kijk 's morgens als ik wakker word en ik ontbijt, dan kijk ik video's. Dus ik doe daar heel veel inspiratie aan op. Dus waarom zou ik het zelf dan ook niet doen? Maar ik wil gewoon heel creatief erin zijn, dus dan wil ik het ook goed doen. Als ik video's zou maken, dan gaat het waarschijnlijk over 3 onderwerpen gaan waar ik heel veel mee bezig ben. Dat is 1, mijn werk en social media. En alles wat met online marketing te maken heeft. Ik weet niet als ik het heel veel in de vlogs ga brengen. Maar misschien is het af en toe wel tof om te laten zien waar ik mee bezig ben. Of zo de strategieën die we aan het uitwerken zijn. Of af en toe een tip mee te geven over social media in het algemeen. Hoe dat je daar beter op kunt groeien. Dat zou allemaal 1 ding zijn. Ten tweede, ik heb naast Thalisa natuurlijk nog een heel grote liefde. Daar zit ik nu in. Dat is mijn auto. Jullie hebben hem net gezien dat ik hem uit de garage haal. Ik rij er dagelijks mee. Dat is mijn dagelijkse auto. Het is een BMW M235. Dus het is wel een vrij krachtige auto. Ik kijk graag naar sportwagens. Ik zie het super graag. En ik ben ook super, super, super trots dat ik er zelf eentje heb kunnen kopen. Het is voor mij heel belangrijk om daar tijd aan te geven. Omdat ik het een mooie wagen vind. Omdat ik er graag mee bezig ben. Ik vind het adrenaline wat je ervan krijgt, vind ik super, super tof. Dus ik ben heel blij met mijn auto. En jullie gaan er waarschijnlijk vaak van terugzien. Als jullie mij al volgen op Instagram, dan weten jullie dat ik er dagelijks mee bezig ben. Dat ik heel veel stories en posts maak over mijn auto. Ja, omdat ik hem mooi vind. Ja, omdat ik er graag mee bezig ben. Dus accepteer hoe ik ben, hè. En ten derde misschien een onderwerp waar zowel Thalisa en ik tegenwoordig vaak mee bezig zijn. Dat is fitness. Oké, ik ben geen fitness brede kast beest die er ik weet niet hoe goed uitziet. Nee, dat is zeker niet het geval. Maar ik ken wel wat van fitness, bodybuilding, voeding. Heb ik wel een beetje kennis, maar ik heb gewoon niet de tijd en de goesting om dat allemaal toe te passen op mezelf. Maar ik ben er wel best graag mee bezig. Als wij 's avonds vrij hebben, dan gaan wij naar de gym gaan, dan gaan we sporten, dan ga ik mijn spiergroepen heel goed trainen. Maar het is niet dat ik een beest van heeft erachter wil worden. Ik moet precies vaker op dit uur naar het werk gaan, want nu zit er weer een lekkere BMW achter mij. Daarnet een Audi RS3 die achter mij zat. Zo'n fijne auto zie ik nooit. En nu in één keer zeker 2. Anyway, dus vanaf nu waarschijnlijk meer Sam-video's, meer dingen die ik alleen ga filmen. Thalisa weet trouwens niet dat ik dit nu aan het doen ben. Ik heb het zelf besloten. Ze is vandaag de hele dag op collectietocht, dus ze gaat waarschijnlijk de hele dag niet filmen. Dus ik verwacht dat deze vlog helemaal van mij gaat worden. Maar het is gewoon dom, best, want ik krijg goede reacties als ik film. Ik doe het graag.
We kunnen dubbel zoveel leuke content brengen, want zowel Thalisa kan filmen als ik kan filmen. Dus ja, het zou stom zijn als ik het niet doe. Dus vanaf nu wil ik echt er meer tijd in steken, er meer moeite in steken. En jullie superleuke video's bezorgen en voor mij superleuke tijd bezorgen. En ik ben er zeker van dat we samen altijd heel veel leuke dingen doen die we goed in beeld kunnen brengen. Hopelijk vinden jullie dat ook een beetje leuk. Laat zeker weten in de comments wat jullie daarvan vinden als ik meer in beeld zou komen. En ja, hopelijk vanaf nu een nog betere YouTube toekomst. Oh, ik heb het super warm trouwens. Wat de hel is er aan de hand? Gisteren was het ijskoud, was het aan het regenen. Nu ben ik aan het zweten hier, wat de hel? Ik snap er niks van. België is echt zo raar. Oké, ik weet niet waarom, ik heb echt veel energie vandaag. Ik ben zo vol adrenaline precies. Ik heb deze morgen al pasta gekookt voor Thalisa deze avond te eten. Ik heb al pannenkoeken gemaakt voor zowel deze morgen als morgen vroeg. Ik heb me gedoucht, ik heb gevlogd nu de hele tijd. Ja, dat doe ik allemaal nooit. Normaal ben ik zo vrij moe. Maar ik heb verder rijden. Daar is Nickje al. Hey Nickje. Oké, hier begint de werkdag, dus ik zie jullie heel graag straks terug. Alright, de werkdag zit er weer op. Ik heb samen met Nick gewerkt vandaag. Heel wat klanten weer verder geholpen met hun social media, met hun online marketing. Super tof. Als jullie precies willen weten wat wij doen, check dan even onze website. Dat is conceptisland.be. En kun je misschien een beetje meer lezen. Je weet maar nooit. Moest het eens handig uitkomen of zo. Of je wilt gewoon weten wat we doen. Ik heb nu gedaan met werken. Ik denk dat ik nog een cadeautje naar mijn papa ga brengen. En die heeft mij om iets heel grappig gevraagd eigenlijk. Allee, ik had het voor mezelf gekocht. En mijn papa zei dat is cool. Dat wil ik ook hebben. En ik ga het gewoon laten zien. Ik heb het hier bij me. Het is eigenlijk een cadeautje voor de auto. En ik heb het gewoon zelf al gebruikt bij mij. Het is een beetje om ons nieuwe bedrijf, wat ik juist over had, om dat te promoten. Dus je kunt het hier zien. Ik heb nummerplaathouders gemaakt voor Concept Island. Dus voor bedrijven een beetje te promoten. En mijn pa zei, dat moet ik ook hebben. Ik wilde u helpen met uw bedrijfje te promoten. Dus dat vind ik wel chic dat papa dat ook wil hebben. Dus ik heb nog eentje extra besteld voor my dad, dan kunnen we die ook op zijn auto plakken en ja, super tof hè, mensen wil, die wil mij gewoon helpen om daar nog een beetje meer bereik te hebben. En trouwens, de achterkant van de auto is echt de beste plaats om promotie te maken. Mensen staan achter u in de file of aan de rode lichten, of, maakt niet uit, en ze zijn rustig op het gemakkelijkst lezen, ze kunnen iets zien voor hen, ze hebben tijd om misschien snel een website op te zoeken ofzo, dus daarom heb ik deze laten maken. Papa? Hey jong. Wat maak je? Niet veel. Thuis op de rat. Kava drinken. Oh, wat? Kava? Ja. Dat op de dubbels of genoemd dat? Op een donderdagavond? Ja. Allee. Jij zit thuis dus? Ja. We zijn thuis op de rat, dus ja. Ik heb een cadeau voor u. Goed. Heb je een cadeau voor mij? Ja. Proces? Nee, geen proces. Ik zal eraan denken als ik een krijg dat ik u dat cadeau geef dan. Oké, ik kom er nu aan. Vertrek nu in Beringen. Goed. Voorzichtig, niet te gek. Yo, doei. Tot ziens. Hoi. Hier is de nummerplaathouder. Ik ga er ook nog een sticker bij geven. Dus hopelijk is papa er blij mee. Allee ja, misschien niet direct blij of zo, maar toch. Dat is heel lief dat hij dat wil doen en dat is dat hij mij nog mee kan helpen. Dat is echt heel tof. Ik heb papa zijn cadeau gegeven, is heel blij. Mijn mama heeft ook een cadeau voor mij. Zeg het eens. Nieuwe zakdoek. Die zakdoeken zijn allemaal versleten. Ja, maar dat is wel echt waar. Ik heb er nu zelfs. Ja, ik heb er wel een bij, maar die zijn altijd versleten. Ja, laat u wel eens zien. Je durft hem niet laten zien. Zo versleten. Jawel. Tot op de draad. Kijk. Kijk. Je hangt heel. Oh, hier een gat in, daar. Bah. Ja, oké. Okay. Misschien wel een vervanging toe. Dankjewel, mama.
Oké, ik ben naar de winkel geweest voor mezelf en mijn ouders. Dat heb ik allemaal gekocht. Ricola. Pasta. Kazekes. Kersttomatekes. Lekkere groene pesto. En kippenblokjes. Dus het gaat een pasta met kip en pesto worden en een beetje kersttomaatjes erbij, een beetje rucola erbij om het nog meer Italiaans te maken. Hè. En wat kaas voor af te werken. Alsjeblieft. Wow, ja, als het gelukt is, dan zijn jullie nu gewoon rechtstreeks van de lift hier in mijn huis gewandeld. Ik heb een overgang proberen te maken, dus hopelijk is het gelukt. Dat hebben jullie dat net gezien. Ik ben nu thuis bij mijn katjes. Ik ga eens kijken wat ze aan het doen zijn. Katjes. Katje, oei, niemand hier. Uh-oh, wat is dat? Wat zie ik daar? Shelly, zit jij daar geweest? Ja. Zeg, Stinky. Ik denk dat het een beetje overgeefsel is. Het zal wel een milkie zijn. Oh, nee. Oh, god. Ja. Leuk zal thuiskomen, hè. Maar ja, that's the way it goes. Zeker met Milky, die heeft dat heel veel. Dat hij zo, ja, moet overgeven. Of zo, als hij iets fout eet. Of als die, oei, er is donker. Als hij iets fout eet of iets anders eet dan wat hij gewend is, dus buiten zijn brokjes, dan geeft hij nog wel eens dat hij moet overgeven. Maar ja, even snel opkuisen. Gelukkig is het maar gewoon een bruin vlekje wat ik gewoon kan wegvegen. Dat stinkt niet of zo. Dus ja. Normaal gezien ging ik nu nog even sporten, maar ik heb het in mijn hoofd afgezegd, want het is nu al 9 uur. Ik moet nog de vuilzakken buiten zetten. Ik wil nog een beetje werken. Het is niet totaal niet dat ik niet wil gaan, want ik ga keigraag sporten en sporten is mijn ontspanning. Maar ik heb nog redelijk wat te doen, dan kan ik nog een beetje werken voordat Alyssa thuis komt. En dan kan ik vandaag ook eens op tijd in bedden, want ik voelde dat ik deze morgen best wel moe was. Hallo. Hallo. Ben je kak aan het doen? Ben je kak aan het doen? Ja, goed vegen. Niet aan de muur, Milky. Niet aan de kanten, op de grond. Hier, in het zand. Ja, goed zo. Goed zo, kom er nu maar uit. Kom maar. Ja, goed zo, schatje. Goed gedaan. Voilà, mijn taken voor vandaag zitten er weer een beetje op. Ik ga me in de zetel zetten. Ik ga dan deze vlog beginnen editen. Zodat hij zo snel mogelijk klaar is voor jullie. Hopelijk vonden jullie dit een hele leuke video. Hopelijk hebben jullie Talisa niet te hard gemist, want die was er vandaag niet bij. Ik heb ze natuurlijk wel gemist. Maar ze is al terug thuis, denk ik. Het is een lange dag voor haar, want de hele dag lang rijden. Shoppen, spullen dragen, kiezen wat jullie voor de webshop het leukste vinden. Dus dat steekt echt wel veel moeite en ik bewonder haar super hard voor dat ze dat allemaal doet. Zij en Celine natuurlijk. Celine is nu al 7 maanden zwanger, dus die gaat het nog iets zwaarder hebben. Voor zolang ze nog kan meegaan nu, doet ze dat nog keigoed. Daarna zal ik haar misschien dat Talisa gaan helpen met de inkopen, we zullen wel zien. Maar voor nu ga ik deze video wel afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke video en ik zie jullie heel graag terug morgen.